ziet er goed uit hoor, dames en heren. Dit is Bobby Julie. With 200 to go, there's not really anyone who can beat me nowadays. José Iván Gutiérrez. Prachtige prestatie geleverd voor de vijfvoudige Spaanse kampioen. Met zijn volledige naam José Iván Gutiérrez Palacios genoemd. Hij krijgt de laatste rode leiderstrui in deze ronde van de Lage Landen. En dit zijn dus live beelden vanuit de Westerschelde-tunnel met het peloton. Knappe beelden hoor, mooi gedaan zo. En een knappe overwinning van Tom Boonen, dat mag toch gezegd worden. Tom Boonen gaat rit winnen. Makkelijk. Tom Boonen als een heerser. Eén Ardooien, alsjeblieft. Het is Boas van Haken die nog wint. Jawel. Het is het moment van deze Eneco Tour. Aankomen zonder zadel. En wat u nu ziet zijn beelden van de Eneco Kids Tour die er elke dag opnieuw doorgaat onder leiding, deskundige leiding van Michael Bogert en Leontien Zeilaar. Het is Ferrat die nu op kop gaat, Tyler Ferrat, Bonne die nog komt aandringen, maar het is Ferrat die wint. Ferrat lijkt een beetje stil te vallen, dan is het heel close, dan is het toch Ferrat wint en verstevigt zijn leiderstrui. Krijgt Van Avermaat of Hagen, Hagen nu rechts in beeld, Ferrat komt ook nog, maar het is weer een overwinning voor Tyler Ferrat, de Amerikaan. Derde ritzege in deze Eneco Tour. This is your first tour that you win. That must feel great. Yeah, it's really great to do it now, and I'm really happy. Duitse McEwen zit er ook nog altijd tussen. Het is close, het is Greipel op kop. De gorilla klopt zich op de borst en wint voor McEwen. Zijn eerste in de Eneco Tour. Koos Moerenhout wint de rit. Ronse. Martin is tweede. De winnaar in Sittard. 4 uur 48 minuten zit op de fiets. Jack Bobridge wint de etappe naar Sittard. Daar is aanval van Gilbert. Na het splijtende demarrage op de Côte de la Plume. Geen tijd om te juichen. Hij pakt de overzege. Deze Eneco Tour zit erop. Saxo Bank met uiteraard Alberto Contador. Hier staat hij. Stibar kan misschien hier voor de verrassing zorgen op de Brouwersdam. Voor Omega Pharma Quickstep, het is zij aan zij en het is Stibar die wint. Oh. Lopez komt er nu uit op 100 meter van de streep. Lopez wint. Die winnen nu al. Primus. Sinds dag 1 van deze Eneco Tour al de drager van de zwarte Primus Haaglijn is. We schrijven alles op fietsen. Met de mannen die daar alles uit.
toptijd realiseren. Sylvain Chavanel duikt onder de tijd van Jesse Sargeant. Hij wint deze tijdrit in Sittard-Geleen. Deniak Stibar heeft een visitekaartje af, dan kan tellen. Winst op de Veste in Gerardsbergen. Winst ook in de Ronde van de Lage Landen. Ja, nieuwe tijd voor Cancellara. Ja. Zeker weten. Ja, ja, onder de tijd duiken van Fabian Cancellara. Jazeker, nieuwe toptijd. Tom Dumoulin, alsjeblieft. En top! De overwinning is eindelijk eens een keertje binnen voor Greg Van Avermaat. Blijft toegejuicht en hij haalt het. Kijk eens hoe snel hij gaat. Hij gaat voor alles. Hij wil de twee vliegen in één klap, Tim Wellens. En hier komt hij voorbij. Tim Wellens wint deze etappe. Eindpodium van de jubileumeditie van de Eneco Tour. Tim Wellens, de eindwinnaar van deze Eneco Tour. Greipel gaat aan de leiding, Bonen zit wat verderop. En dan is het nog altijd Greipel, Bonen komt aanzetten. Greipel wint door. En Bonen kan nog altijd winnen, maar dan moet hij uit het wiel komen van Demar. Helemaal op links komt nog Greipel, Bonen of Demar. Bonen met de jump en Bonen wint hem. Jawel, weer een Belg aan het feest in Ardooien. En wat een opluchting. Ja, fantastische ritoverwinning van Tom Bonen. Daar mogen ze blij mee zijn. Ja. En wij ook natuurlijk. Tim Wellens wint de koninginnenrit. En niemand anders. In de Eneco Tours in met de truck nummer 1. En pakt de leiderstrui. En nu Kelderman. Op 1:13. Ontroond door Tim Wellens. De eindwinnaar van deze editie. Een trui die hem als gegoten zit. Mister Eneco net als vorig jaar. Applaus voor Tim Wellens. Kussen en bloemen namens Dennis Dijkens. Bolzwart is de eerste etappe van een fantastisch bezette Eneco Tour. Ze zijn er allemaal, dus de tijdrijders, de sprinters en de klassieke types. Een beweging van Groenewegen en gaat hij het halen? Gaat Groenewegen het halen? Ja. Groenewegen haalt het Nederlands kampioen, wint voor Rijgevolg. Nee, dat is echt wel knap gedaan. Alsjeblieft, ze vertikken de rijen. Begin! Ze gaan aan die sprint beginnen. Dat moet nu gebeuren. Nog niet helemaal. Maar blijven ze wel weg. Daar zitten ze tussen de bordjes. Steels kijkt nog om. Te lang daar gemaakt. Die flauwe bocht. En daar komt de meute. Daar komt Kittel nu ook buitenom en die is los. Steels valt stil. McNally nog aan de kop. En wie komt er hier uit? Is dat Zwift of is dat Van Poppel? Is dat Zwift of is dat Van Poppel of komt hier nog Sagan? En aan het eind wint Sagan. Het was full gas all day, I think. And I am very happy to win again for 1 centimeter. En ja, yeah, it's nice. Vertraagde weergave in deze nu toch wel radicaal zware omstandigheden. 300 meter, Terpstra op kop, alles voor eindwinst. Opgelet, Terpstra zet aan. Was van Hagen zit nog in de weg. Binnenkant bocht voor Nasen, gaat daar voorbij en moet nu komen. En dat doet hij vanuit zitpositie. Maar Bas van Hagen is sterk, is oersterk. En Bas van Hagen houdt de koord. En rijdt hij ze gewoon uit het wiel? Of kan Nasen nog eens een keertje komen? Kan hij er nog over hier uit die bocht? Of gaat Bas van Hagen gewoon weer staan? Nasen komt niet meer uit het wiel. En het is voor Bas van Hagen, want die gaat niet meer stilvallen. Die heeft dat inderdaad zeer goed gespeeld. Hier heb je het dan toch. Het is 1 Bas van Hagen, 2 Terpstra en dan 3 Nasen. It's really special. The Muur of Gerardsberg is a special place in cycling. And now win this klassement on this place, it's perfect.